En we gaan in het volgende onderdeel nog even doorpraten over energietransitie en transport, want daar worden stappen gezet, maar dat is niet zo simpel, hebben we al gehoord. Over die bottlenecks willen we het toch nog even hebben. En niet, niet alleen vanuit de zeehavens wordt daarover nagedacht, maar ook bij binnenhavens en binnenhaven of binnentransport, zeg maar, dat is duidelijk. En daarom hebben we ook even een panel uitgenodigd dat ik nu meteen op het podium zou willen vragen. Om te beginnen, Caroline Nachtegaal van Doom, lid van het Europees Parlement. En in 2021 werd haar binnenvaartrapport door het parlement goedgekeurd, waarin Caroline onder meer pleit voor een Europees Binnenvaartfonds. Misschien kan u hier op deze stoel komen zitten als u wil, welkom. Een Europees Binnenvaartfonds dus, zodat schippers de nodige vergoedingsmaatregelen kunnen doorvoeren. Daarnaast mevrouw Jeannette Balieu, lid van de gedeputeerde Staten Zuid-Holland. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Rijn-project, waarover we zometeen dan nog wat meer zullen vernemen. Naast haar zou ik graag willen uitnodigen Diederik Luiten, vicepresident Hydrogen Energy bij Air Liquide. En dat is eigenlijk vooral een leverancier van industrieel gas, maar ook groot investeerder nu in een aantal grootschalige hernieuwbare groene en blauwe waterstofprojecten. Ook goede morgen. En als sidekick gaan Kim en ik hier ook graag Paul Goris ontvangen van de European Inland Waterway Transport Platform. Dat is een hele mond vol. Kom jij maar hier zitten, Paul, vlak bij mij. En we gaan zo meteen even daarop door, maar graag kijken we eerst even naar een case uit de Port of Zwolle. Want Sebastiaan van der Meer van Sendo Shipping, die heeft het eerste CO2-neutrale binnenvaartschip van Nederland ontworpen en wil het liefst, werkt nu met batterij, maar wil het liefst nog naar volledig groene waterstof gaan. En om dat wat duidelijker te maken waar het precies over gaat, gaan we kijken eerst naar een bijdrage van Beleef Media in opdracht van RTV Oost. Even kijken. En hier ligt het eerste schip dat compleet emissieloos kan varen. Dus geen uitstoot en helemaal elektrisch. Even kijken of het schip er is. Op wat voor een spaceship zijn we? Ja, het is een schip dat klaar is voor de toekomst. Je zit op een containerschip, 110 meter lang, 11 meter 40 breed, 3200 ton laadvermogen, 3,2 miljoen kilo. En wij hebben een vaste lijn in tussen Groningen en Rotterdam. Ja. En hoeveel is dat wat hier op kan? We kunnen op drie lagen gestapeld kunnen we 164 containers, 164 teu laden. Hoeveel vrachtwagens zouden dit normaal moeten vervoeren? Ja, 90 à 100. Dus als de wind zegt, dit schip doet iets wat anders 90 vrachtwagens over die weg. Vanaf hier naar Rotterdam, ja. Maar dat is het, van Groningen naar Rotterdam? Ja. Dat is jouw route? Ja, dat is onze vaste route. Hoe lang doe je daarover? Geladen zeg maar 26 uurtjes en leeg op de terugweg 22 tot 24 uurtjes ongeveer. En wat zie ik hier? Dat is de machinekamer, dat is eigenlijk het meest bijzondere van dit schip. Dat ga ik je nu laten zien. Oké. Okay. Nou, welkom in onze machinekamer. Oké, wat zie ik? En wat zie je niet? Ja, stinkende motoren en dat soort dingen. Het unieke aan dit schip is dat het helemaal een geëlektrificeerd platform is, modulair. Klaar voor de toekomst, energiebronnen, dus voor het emissieloos varen. Wat je daarvoor nodig hebt is een elektrisch aangedreven schip en dit is dus onze voortstuur. Wat doet dit dus? Dit is de elektromotor, deze drijft dus de schroef aan voor okay. De voortstuur. En daarnaast hebben we nog iets ontzettend moois geïnstalleerd. Kijk, dit is onze accupakket. Het accupakket? Het accupakket, ja. Deze set batterijen of accu's zijn eigenlijk geschikt om 3 uur lang emissieloos mee te varen. Alleen 3 uur lang is mooi, maar niet lang genoeg. Nee, lang niet genoeg, nee. De reis, wat ik zei, is 26 uur naar Rotterdam. Dus dat zou betekenen dat we onderweg heel veel moeten opladen. Ja. Dat gaat natuurlijk niet. Dit accupakket wordt vooral nu ook gebruikt ter ondersteuning. We hebben eigenlijk dit schip vaart met een kleine vrachtwagenmotor vanaf Westerbroek naar Rotterdam en terug. Zo, een motortje. Maar dus eigenlijk een klein motortje. Voor de scheepvaartbegrip is het voor dit formaat schip een kleine motor. Dankzij het accupakket heb je dus genoeg aan alleen maar deze. Ja. Wat bespaart het dan?
Het ontwerp, de energiezuinigheid, de combinatie van de elektromotoren, het hele verhaal bespaart ruim 30% brandstof en we kunnen ook nog 8% lading meer meenemen. Dus dan kom je per vervoerde container op een reductie uit van 40%. Maar je hebt nog steeds wel dat ene dieselmotortje. Wat gaan we daar aan doen? Eruit, denk ik. Ja? Kan het? Jazeker. Dat is natuurlijk overal waar stroom uitkomt, daar kunnen we varen. Dus of we het vervangen door een brandstofcel, een waterstofmotor eigenlijk, of accupakketten. Of kernenergie, dat is allemaal mogelijk. Als er maar stroom uitkomt, kunnen wij erop varen. Dus of we onderweg moeten bijladen, wisselen, wat ons betreft mogelijk. Alleen die opties zijn er nog niet. De rederij van Sebastiaan wil duidelijk stappen zetten in de vergroening van de binnenvaart. En is daarom onderdeel van een consortium van pioniers dat bezig is met een waterstofproject in de Zuiderzeehaven van Kampen. Wij willen graag hier een schip op waterstof laten varen. Ja. Maar er is altijd de vraag natuurlijk, waar gaat het schip tanken? Waar is die groene waterstof? En hier kan hij straks groene waterstof gaan tanken. Dat is het plan. Wat komt hier dan? Nou, hier willen wij een electrolyzer neerzetten. Een klein waterstoffabriekje. Die gevoed wordt door groene stroom. En die stroom die komt van windmolens en zonnepanelen. Zonnepanelen liggen hier al op de daken. En de windmolens hebben we hier ook. Dus het is vrij makkelijk om dat te doen? Ja, dat zou je wel zo zeggen. Kijk, het is allemaal geen rocket science, hè, want electrolyzers bestaan, windmolens bestaan, schepen bestaan. Alleen die combinatie, ja, dat is een heel gepuzzel. En daar zijn we dus mee bezig. Gaat het dan ook heel snel? Ja, ik denk dat dat wij hier als eerste zouden kunnen zijn. Hè, als ze in 2023 dat voor elkaar krijgen, zijn we de eerste. En dat is dan een blauwdruk voor de rest van Nederland. En waarom gaat het hier nou sneller? Nou, dat is omdat wij hier de initiatiefnemers, dat is een windmolenexploitant en een rederij. En de rederij laat het schip natuurlijk varen en die windmolenexploitant, die heeft de groene stroom. En die hebben de handen samen ineengeslagen om die electrolyzer neer te zetten, zodat we groene waterstof hebben. En dat is dus de tip? Ja, dat is de tip. Het vraag en aanbod aan elkaar koppelen en dat is wat we hier doen. Laten we hopen dat de plannen inderdaad snel gerealiseerd worden en de binnenvaartschepen in Nederland binnenkort rondvaren op waterstof dat is opgewekt in Kampen. Mooi voorbeeld is dit, lijkt mij. Caroline, als ik met jou mag beginnen, met u mag beginnen. Altijd een beetje moeilijk voor een Vlaming. Jij, jouw voornaam, familienaam, hier is het een beetje anders dan in Vlaanderen. Maar goed, ik mag Caroline zeggen, denk ik. Hè? We hebben hier een ondernemer gezien die dolgraag de volgende stappen wil zetten, maar simpel is dat niet. Wil graag van batterij met een vervuilende motor evolueren naar waterstof. Moet het initiatief inderdaad komen van consortia, bijvoorbeeld een windmolenexploitant samen met een rederij die dan electrolyzers gaat bouwen? Is dat hoe je vanuit Europa dan daarnaar kijkt en waar je het initiatief verwacht? Ja, en ik denk dat dit allereerst een waanzinnig voorbeeld is. Ik denk prachtig om te zien dat een schipper besluit om dit te doen. En hij praat er heel nuchter over, maar het is natuurlijk echt je hebt echt durf en lef nodig om uiteindelijk tot zo'n besluit te komen en deze investering te doen. Laat ik dat voorop stellen. En inderdaad, dat was misschien ook wel de reden voor mij. U refereerde al even naar in de inleiding om vorig jaar met het binnenvaartrapport te komen. En dus inderdaad die weg naar die duurzame binnenvaart. En daarin heb ik ook duidelijk laten blijken hoe belangrijk het is dat de sector dit samen doet. En het punt echter bij de binnenvaart is, en dat is wat we hopelijk ons allemaal realiseren, dat dat echt een hele andere sector is. We hebben hier te maken met heel veel familiebedrijven, MKB'ers, zelfstandigen, die varen letterlijk op hun pensioen. Dus om dit te durven, daar is echt heel veel power voor nodig. En hij laat dat zien. Maar het is niet zo makkelijk om een groene business case te maken. Ja. En daarom is het zo van belang om zo'n consortium te hebben, waarin men ook een beetje het gevoel heeft dat je dit samen doet en dat je ook samen die stap zet. Omdat het nog altijd ook een beetje onzeker is om die stap te zetten. Mm-hmm. En dat Europese Binnenvaartfonds waar u vanuit Europa aan werkt, is dat al actief? Kunnen schippers daar al een beroep op doen? Zit daar geld in? Ik heb het initiatief genomen om inderdaad met dat fonds te komen, een binnenvaartfonds, waarin dus inderdaad partijen geld uit kunnen krijgen om die verduurzaming van die schepen te realiseren. Dit is gelukkig in het Naiades 3-strategie, het actieprogramma, is dit opgenomen. Ze hebben het over een complementair fonds. Ik vind het persoonlijk iets te vaag geformuleerd, maar ik verwacht wel
doordat het zo expliciet erin staat, dat het er wel gaat komen. Want er is, zoals ook net werd gezegd, de bedragen die nodig zijn, 6 miljoen euro om zo'n schip te verduurzamen. We hebben het echt niet over een broodje. Het is echt substantieel geld waarmee we met zo'n fonds echt die stap kunnen zetten. Dus ja, ja. Geld is één. En, ja, en wanneer zou dat er dan kunnen komen? Durf je daar een datum op te plakken? Nee, ik durf daar geen datum op te plakken. Ik hoop ZSM, we pushen daar echt op. Er wordt ook wel eens gevraagd naar bedragen. Het is ook een beetje gissen. Wij denken aan zo'n 10 miljard euro. Maar wat mij betreft, hoe sneller, hoe beter. Ja. Jeannette, wie gaat dan helpen nu op korte termijn om die binnenvaartondernemers gebruik te laten maken van groene oplossingen? Nou, wij zijn er als provincie Zuid-Holland ook al mee bezig. Hè. We hebben een Rhine-platform waar we al 28 partners in hebben. Het is niet alleen de binnenvaart, het is juist de hele keten. Daar gaat het volgens mij de hele ochtend al over. En dus we hebben ook verladers nodig. We hebben ook de producenten inderdaad, in dit geval van waterstof, maar ook alternatieven. En we hebben inderdaad de Europese Commissie nodig. En misschien even in reactie op wat Caroline ook aangeeft. Ik ben net eergisteren kwam ik terug van Connecting Europe Days. En wat je ziet is dat er heel veel aandacht is voor de stappen die er in de trucks, hè, op de weg en in de trein is gemaakt. En we moeten alsmaar blijven pushen. En Caroline doet dat natuurlijk super met het rapport. Maar we moeten met elkaar blijven pushen dat ook die binnenvaart moet. Want als klanten uiteindelijk gaan kiezen voor groen, wat we allemaal hopen. Ik hoorde het net ook de vorige spreker aangeven. Ja, onze klanten moeten alleen maar nog eigenlijk groen willen, want dan zijn ze welkom bij ons. Nou, we hopen natuurlijk dat allemaal gaat gebeuren. Maar het betekent wel dat nu nog de makkelijke stap is om toch weer naar trucks te gaan. Omdat die heel snel vergroen zijn en ook in de waterstofkant nu heel makkelijk... Ja. Hun weg kunnen vinden. Dus die binnenvaart moeten we echt voor blijven pleiten. En dan je vraag, waar zit die samenwerking in? Vanuit provincie Zuid-Holland zoeken wij heel erg de verbindingen. En dat doen de havens zelf al, dat doen de partners zelf al. Maar met Rhine hebben we echt een platform waar we eerst vanuit, nou, zeg maar de verbinding zoals Rotterdam-Duitsland mee bezig waren. Maar gelukkig ook zien dat nou ja, als Amsterdam, Rotterdam en de Vlaamse poort heel erg... aansluiten. Want we zien ook, VT gaf net een voorbeeld, dat daar ook prachtige projecten zitten. Dus het is een soort platform waarmee we kijken hoe kunnen we die subsidies ook binnenhalen, hoe kunnen we die samenwerking bevorderen. En daar dragen wij als provincie ook zeker ons steentje als trekker in het traject. Paul ziet het te popelen om te reageren. Ja, dus naar allebei de dames. Nee, ja, helemaal. Ja, oké. Okay. Naar allebei de dames. Allebei echte voorvechters voor wat betreft de vergroening van de binnenvaart. Echt ook compliment daarvoor trouwens. En Sebastiaan van der Meer als ondernemer inderdaad is ook gezegd, dat is nou ook echt een voorvechter. Dus we zitten hier wat dat betreft allemaal met heel positieve mensen. Maar hoe kunnen we nou gewoon voor de hele branche, voor ook de binnenschipper, die niet zo'n voorvechter is, die niet zo zelf initiatieven neemt of kan nemen of de middelen niet heeft zoals Sebastiaan, hoe kunnen die wel bij Europese middelen komen en bij de middelen zoals jullie die zien? Hoe moeten ze die stappen maken? Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? We proberen natuurlijk vanuit het platform juist te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan kunnen sluiten. Hè? Dus zoveel mogelijk in trajecten. De voorbeeldprojecten zijn er zeker. Daar doen we ook met z'n allen ook ons best voor om daar verschillende subsidies weer voor te krijgen. En uiteindelijk moet dat natuurlijk een soort waterbedeffect worden. Hè? Dus dat men ziet, ja, er is een vraag naar groen varen. En ja, technisch is het mogelijk. En dan niet technisch is het mogelijk alleen maar op hele kleine schaal misschien een keer een pilot. We zien de beweging gelukkig nu ook in de binnenvaart komen. En die versnelling zal ook in ons opzicht ook andere binnenvaarders weer overtuigen. Maar die financieringskant, die is echt substantieel anders dan de wegkant. Omdat de investeringstermijn en nou ja, de hele technische omschakeling echt wel vanuit de truckkant makkelijker te faciliteren is. En ook makkelijker voor een bedrijf om dat in een lange termijn planning te pakken dan dat inderdaad bij die binnenvaart is. Ik denk dat Caroline dat al heel goed heeft aangegeven. Ja, en Paul, wat denk ik ook meespeelt, we focussen, er werd net natuurlijk ook gezegd, best wel veel op financieren. En dat is natuurlijk terecht, want daar zit echt een van de grotere hurdles voor partijen. Maar het is natuurlijk wel een NNN-verhaal. Volgens mij, Elvira vanuit Shell gaf dat ook aan. Want het is ook de infrastructuur die er moet komen. En als we spreken over walstroom, is dat een onderdeel wat momenteel mede wordt onderhandeld in het parlement over de Alternative Fuel Infrastructure Regulation. Dat is één. Het gaat ook om belastingen. Kunnen we de vrijstelling van belasting voor walstroom realiseren? Is er een toekomst om dat wellicht ook voor waterstof te doen? Dus het is een NNN-verhaal. En ik denk dat daar, zeker ook vanuit de binnenvaartkant,
het zo waardevol is dat wij in de politiek de input krijgen wat voor hen daar het meest waardevol van belang is, zodat wij in wetgeving dat op een goede manier kunnen vastleggen. Paul, zijn binnenvaartondernemers eigenlijk intrinsiek gemotiveerd om die stappen te gaan zetten? Of is dat toch moeilijk voor hen? Want binnenvaart heeft al wel wat investeringen moeten doen de afgelopen jaren al. Minder CO2-uitstoot, minder vervuilend zijn. Ja, dit is een nieuwe beweging die op gang moet komen, zeg maar. En niet zo simpel voor hen toch om die switch te maken, kan ik me voorstellen. Nee, dat is correct. Ik hoorde daar straks al... Groen is poen en als je rood staat kun je niet makkelijk groen denken. Dat soort uitspraken. Ik denk dat het een gemengd beeld is. Er zijn binnenvaartondernemers zoals Sebastiaan en die zijn er gelukkig vele. Er zijn er meer. Er zijn ook helemaal aan de andere kant van het spectrum binnenvaartondernemers die het niet zo makkelijk hebben. Die hebben vaak ook niet een groot schip. Die moeten het vaak hebben van kleinere marges. En die hebben een echt veel moeilijkere vergroeningsopgave. Die moeten ook ergens steun ondervinden. En ik ben niet degene die zegt, kom maar met een grote cashmachine, want die mensen moeten volledig gesupport worden. Nee, hun eigen mindset moet wel zijn, als een verantwoordelijkheid, hun eigen mindset moet zijn, ik wil vergroenen. Ik wil er alles aan doen om ook mijn verlader, mijn opdrachtgever, ertoe te bewegen dat hij mij helpt in het vergroenen. Om een langer termijn contract te geven of wat dan ook, daar zijn oplossingen voor. Maar hij moet zelf wel, of zij, de goede mindset hebben om ook te willen vergroenen. Maar het moet haalbaar zijn natuurlijk. Diederik, ik kom haalbaar en betaalbaar, zeggen we altijd. Ja. Air Liquide investeert al een tijdje in waterstofprojecten, met name Hytrux. Kan je daar misschien kort iets over vertellen dan? Ja, we hebben een project opgestart. Eigenlijk we hadden een visie. We hebben gedacht, oké, hoe kunnen wij als waterstofleverancier een grote rol spelen in de decarbonisatie van deze maatschappij? En zijn eigenlijk begonnen met het project Hytrux, waarbij we dachten, dit is een ecosysteem. We hebben grote wereldschaal productieunits. We hebben een pijpleiding. We hebben klanten die ook wel willen. Dus laat ons proberen een hele keten op te bouwen samen met partners. Dus we hebben dat gedaan. We zijn op dit moment met meer dan 70 partners bij elkaar, zeg maar, om dat volledig te gaan inrichten. Niet alleen wij als waterstofleverancier, ook andere waterstofleveranciers. En wat we hebben gedaan is dat we hebben gekeken naar de hele keten. En hebben gedacht, we moeten al die blokken, die moeten we eigenlijk de-risken. We willen niet daar alleen in zijn, we willen dat met elkaar doen. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het een heel robuust project wordt. Dat op het moment dat er een truck wordt geïnvesteerd door een vervoerder die al een enorme stap zet, dat hij ook zeker weet dat hij kan gaan tanken. En dat het niet afhankelijk is van één bedrijf. Dus dat is wat we hebben gedaan en wat we hebben ingericht. En ik kan zeggen dat tot op heden hebben wij 43 vervoerders, grote vervoersbedrijven, Essers die ook hier gepresenteerd hebben, is er één van, aan boord om die stappen te gaan zetten. En we hebben een hele grote pool aan eventuele trucks bij elkaar, die wachten nu op de subsidie, die hebben we ook aangevraagd. Maar we hebben meer dan 500 inschrijvingen aan trucks, wat een enorme kickstart is van een grotere economie. Ja, en wat zijn voor u dan nog de bottlenecks bij de investeringen of zijn die grotendeels opgelost? Nou, ik denk, er zijn een aantal bottlenecks als we kijken naar het project. We hebben aan de ene kant moeten we groene stroom hebben, in grote hoeveelheden. Dat is absoluut een punt. Daar wordt aan gewerkt. De verschillende organisaties en wij zelf ook hebben een groot contract, of zijn een groot contract aangegaan, anderhalf week geleden met een van onze partners, Vattenfall, om ook wind op zee te kopen en dat gaan zetten, zeg maar, via grote scale-up electrolyzers. Dat is een eerste stap. En de kosten moeten drastisch naar beneden. En dat kun je alleen doen door scale-up. Dus wat we hebben gedaan is dat we hebben een kostroadmap. Waar we zeggen de transportkosten moeten 40% omlaag ten opzichte van de huidige techniek van waterstofvervoer. Daar worden nieuwe technieken voor ontwikkeld. Hogere drukken, grotere volumes in de trailers, maar ook vervloeiing van waterstof. We zijn bezig ook met aan de truckkant zijn de OEM's. Dus die moeten ook drastisch de kosten van de trucks omlaag halen. En voor de electrolyzers moet dat ook gaan gebeuren. Die zijn al vrij kapitaalsintensief. En daarvoor zijn grote automatiseringen nodig. Zeg maar, een electrolyzer vandaag de dag wordt nog gebouwd eigenlijk in een atelier. En daar zijn grote scale-ups voor nodig. Nou, daar hebben we ook heel recent een aankondiging over gedaan. In ieder geval vanuit ons bedrijf om dat te gaan doen samen met Siemens ja. Op dit moment in Berlijn. Ja. En daar kunnen misschien ook nog efficiëntiewinsten in komen. Absoluut. Ja. Absoluut, dat is het doel. Jeannette, terug even naar u, want u bent al een tijd bezig met dat Rijn-project. De bedoeling daarvan is om de markt te proberen klaar te maken voor zero emissie in inland waterway transport tegen 2030. En wat dat betreft heeft u geloof ik ook een nieuwtje meegebracht vandaag.
Dan moeten we toch even highlighten. Moet even vermelden. Hè? Ja, ja. Zeker in de samenwerking zoals we hier als Vlaams-Nederlandse havens bij elkaar zijn en alle partners daarbij. Einde van de dag hebben wij een officieel moment dat we naar buiten brengen dat de poort Antwerp-Bruges ook aansluit bij het Rijn-traject. Nou, we hebben natuurlijk heel veel mensen aangewerkt, hè? Heel veel medewerkers ook in de provincie. Ik wil één iemand toch wel in het bijzonder noemen, want onze Nederlandse consul-generaal in Antwerpen zwaait af, Bert van der Lingen. Mm-hmm. En die, als er iemand een bepleiter is voor de samenwerking, Bert zit daar in de zaal, ja. Dan is hij het toch echt wel geweest om te zorgen dat we juist ook hier in het verband van de Vlaams-Nederlandse havens gewoon heel veel samenwerken en de partners ook echt bij elkaar brengen, bedrijfsleven, et cetera. Dus, maar dat gaan we eind van de dag formeel naar buiten brengen. Ja, maar dat nieuwtje heb je nu al van me afgesnoept. Ja, we gaan dus nog op het einde van de dag trouwens ook nog even op het podium halen. Dat gaan we eind van de dag doen. Ja. Wim, ik heb wel een vraag, want we hebben het heel erg over waterstof. En waterstof is best dominant hier aanwezig. Goed, hè? Want ik vind het fantastisch. We hebben natuurlijk, en Caroline, je hebt ook een rapport geschreven, maar de vraag is ook meer naar jullie alle drie toe. Wat gaat straks winnen? Want we hebben het over gas, we hebben het over batterijen, de Tesla op water en waterstof. En ik ben daar zelf ook best mee aan het worstelen, want leden vragen mij dat. Maar hoe denken jullie erover? En ik zie Caroline, jij gaat dat volgens mij als eerste antwoorden. Doe hem zo terecht. Ja, dat is goed. Nee, dat klopt inderdaad, dat er heel erg wordt gekeken van wat is nou die technologie? Maar het gaat volgens mij niet om één technologie. Het gaat om nul uitstoot. En dat is waar we maar met elkaar naartoe moeten werken. En daarbij vind ik bovendien dat het niet aan de politiek moet zijn om te bepalen welk type brandstof het beste gaat werken. Ik geloof oprecht in die mix die er is. Als ik kijk naar het voorbeeld van net, als ik kijk naar het waterstofschip, het zoutschip van Harm Lente. Als ik kijk naar de batterijcontainers die we nu zien. Het is een schip die nu bezig is, sprak laatst een schipper die is bezig echt om te kijken naar ammoniak. Het is en. Ja, dus maar een ondernemer wil natuurlijk weten waar kan ik het snelst efficiënt worden en rendabel worden. En wat zou u zeggen tegen een binnenvaartondernemer? Dat snap ik. Dan is niet zozeer het richting de schipper, maar meer richting ons, naar richting Europa. En dat is wat ik in het parlement echt probeer. Wij moeten niet in wetgeving vast gaan leggen wat de enige oplossing is. Het is en. En daar pleit ik voor. En daarom dat ik ook net zei, die uitzondering voor belasting voor walstroom. Ik zie dat ook heel graag terug voor waterstof. Want zo geef je eigenlijk de sector het gevoel van hey, ik heb keuze en ik kijk naar wat het beste bij mij past. Ja, het is inderdaad NNN, ik ben het daar helemaal mee eens. De drive is inderdaad luchtkwaliteit, emissies, dat soort allemaal naar beneden. Dat is de drive waarom we dit allemaal doen. Dus daar zit meer de normering op dan dat het moet zijn, het moet deze waterstof zijn. We hebben met de provincie hebben we meegewerkt met meerdere landen en schippers in een CLINS-project, waar we metingen hebben gedaan van, goh, wat betekent nou als je op de ene duurzame brandstof of de andere, hebben we ook allerlei dingen doorgemeten en daar zien we ook in, het zal waarschijnlijk een mix zijn. De andere reden om voor een mix te kiezen is dat het is bijna niet te voorspellen hoe de technologie gaat. Een paar jaar geleden, dat is nog, ja, ik denk dat het ongeveer 6-8 jaar geleden was, was opeens de hype, we gaan allemaal op LNG. LNG kan nog steeds, maar dat is niet het enige geworden. Want er zijn weer andere technieken en andere methodieken gekomen. Dus het gaat om die zero emission. Dat is de norm waar we volgens mij de regelgeving op moeten stellen. En waterstof is wel een heel belangrijke, omdat we zien dat daar het potentieel om echt naar zero te komen heel erg goed is. Zeker met die groene energie die er dan natuurlijk aan gekoppeld zit. Dus daar zit de crux in. Okay. Maar we hebben studies gedaan dat het op meerdere manieren kan. En dat je dus niet voor één moet kiezen. En de ervaring leert ook dat dat wel een heel risicovol is. Ja. Uiteindelijk moet je hem wel doorrekenen in de business case. Ja, Diederik, Air Liquide zet heel erg in op waterstof, vooral waterstof, maar ook blauwe waterstofprojecten. Investeren jullie in. Wanneer zal Air Liquide volledig overstappen op groene waterstof, op hernieuwbare waterstof als focus? Ja, ik kan daar, en misschien, ik wil heel even reageren ook op de laatste vraag, want wij geloven heel erg in dat waterstof complementair is aan elektrificatie. Ja, want je moet echt systeem denken en ook denken in op momenten dat er
stroom wordt geproduceerd, wat ga je daarmee doen nuttig op het moment dat het niet wordt afgenomen? Dan kun je de waterstof van maken en het weer gebruiken. Hè? Dus, maar ook vervoerders, om het eventjes aan te geven, de gesprekken die wij hebben met een aantal vervoerders die bezig zijn met elektrische trucks, die zeggen ook op het moment dat ik slottijden heb, en ik heb een grote vlootrijder zoals SS 1500 voertuigen, ik heb slottijden voor mijn chauffeurs bij grote verladers, dan moet ik er wel op dat moment zijn, want anders dan verspeel ik mijn slot en dan kan ik achter in de rij. Hè. Dus je moet weten, en daar komt alles bij planning kijken, hoeveel laadmomenten zijn, hoe is het netwerk, kan ik dat überhaupt gefaciliteerd krijgen door mijn netprovider? En dat zijn wel heel belangrijke vragen die wij in de praktijk ondervinden met veel vervoerders en ook schippers. Ja, misschien op de blauwe waterstof. Dus we hebben op dit moment grote wereldschaal units staan in Antwerpen en in Rotterdam. Die gaan we verblauwen. Mm-hmm. Dat is noodzakelijk en daarmee maak je een eerste hele grote slag. Want je haalt al heel veel CO2 weg uit bestaande processen en daarmee maak je low carbon hydrogen. Dan kun je snel gaan. Want het opschalen met electrolyzers duurt gewoon nog even. Daar moeten we ook reëel in zijn. We hebben zelf in die tijd de grootste electrolyzer gebouwd in Denemarken. Dat is een die kan net balancen. Dat was een 1,25 megawatt. In 2018 was die operationeel. Een waterelektrolyzer. We hebben recent afgelopen zomer er een opgestart in Canada met hydropower, met waterenergie of waterkrachtenergie. 20 megawatt en we zijn nu bezig met de 200 megawatt. Dus daar is tijd voor nodig. Die dingen moeten ook geproduceerd worden. En we praten allemaal over de gigawatts. Maar ik denk dat het, als we reëel zijn, moeten we ook de industrie de tijd geven om op te schalen. Precies. Dus blauw is wat ons betreft echt een must om snel te gaan. En te kunnen decarboniseren en te starten met de nieuwe technieken. Toepassingen vergroten, ja. Om te versnellen. Paul. Ja, Wim, we komen heel erg in de techniek nou natuurlijk, hè? Dat zie je wel. Maar we hebben het ook over ketens. Ik hoor jou het woord slot missen. We hebben het er straks, Allard had het al over, van dat een haven ook moet denken van hoe kan die haven efficiënter zijn. Dus een eerste pijler was, als ik het vrij vertaal, van je moet ook zorgen dat je efficiënt aanpakt, wat je doet, dat je de ketens efficiënt maakt. En ik kijk ook even naar, ja, eigenlijk ook wel jullie alle drie, maar ook met name naar Caroline en Jeannette. Hoe kunnen we ketens efficiënter maken? Want als ik naar België kijk, je hoorde Essers en ik ken er nog veel meer. België is best wel innovatief. In synchromodale vervoerders, intermodale vervoerders. Het aan elkaar knopen van ons, de binnenvaart, zeg ik dan maar even. Maar ook spoor, wegtransport op een slimme manier. Short sea, laten we die vooral niet vergeten. Hoe zien jullie dat wij daar met z'n allen verbeteringen kunnen maken om die supply chains goed aan te pakken? Ja, Jeannette noemde het woord al, synchromodaal vervoer. Dat is natuurlijk één sleutelwoord wat we hier wel kunnen gebruiken. Maar misschien veel concreter is ook een wetgeving die er aan gaat komen. De Combined Transport Directive. Dus dat is ook direct een flag naar jullie toe. Dat zal starten in september en dat gaat echt, hoe kunnen we nou eigenlijk ook al die modaliteiten beter met elkaar verbinden? Wat in de presentatie voor ook al terugkwam. En uiteindelijk om te zorgen om die model shift die men heeft ingezet op 50% in 2030, om dat te realiseren. En dat wordt een enorme klus. Dat realiseren we ons allemaal. En ik vind dat het al jaren veel te traag gaat. Ik denk dat iedereen dat ook wel kan beamen. Maar daar zit denk ik wel de ultieme wetgeving die ervoor kan zorgen dat daar die slag wordt gemaakt. Dus ik roep ook mensen op, nogmaals, het begint in september. Weet mij daarop te vinden, want ik zal geheid ook daar de pen vasthouden om te zorgen of we die slag kunnen maken. Ja, en de keten is heel erg belangrijk. Hè? Dat is ook waar we 2 dagen geleden bij de Connecting Europe juist over gesproken ook hebben. Wat je ook ziet is dat er natuurlijk de commissie is heel erg aan het duwen dat we de oude, ik noem maar even de TEN-T-corridoren, de meesten kennen die wel. Wij zitten natuurlijk heel erg vanuit Zuid-Holland op de Rijn-corridor. Er wordt heel erg gepusht dat we met de Ronne-corridor samen gaan. Dus je ziet dat de commissie steeds meer ook gaat vragen om naar het hele systeem te kijken. En samen gaan vind ik wat moeilijk, want je hebt nog wel echt verschillende routes. Maar dat je in het systeem denken, dat je daarmee een goed sluitend systeem, zowel voor als er wat gebeurt op de Rijn, hoe heb je dan je omroutes. De Rombus is ook zo'n mooi traject waar we naar kijken van hoe kunnen we een aantal rondjes meer creëren op de binnenvaart. Maar daar hangt natuurlijk, TEN-T gaat over meer. Het is niet alleen de binnenvaart, het gaat ook over die andere. Dus het gaat over een systeemaanpak. Maar even vanuit het perspectief waar wij in Zuid-Holland vooral op inzetten, namelijk die binnenvaart.
Dan moeten we dus ook de projecten die we doen, en als we voor subsidie in aanmerking willen kunnen komen, dan moet je dus één al grensoverschrijdend met elkaar bezig zijn. Nou, dat zijn we gelukkig, want we werken ook goed met Noord-Rijn-Westfalen samen. Twee, je hebt meerdere partijen in die keten nodig en daar moet je het gesprek mee aangaan van hoe lossen we dit nou, nou ja, in de lijn wat Caroline ook aangeeft, hoe lossen we dit nou met elkaar op? En daar moeten de eindklanten moeten we ook veel meer binden aan het traject, om te zorgen dat we die hele keten, de productiekant is wel bezig, zeg ik dan. Moet natuurlijk ook goed aangesloten zijn. We zijn nog bezig ook vanuit Zuid-Holland inderdaad met andere provincies, hoe die laadinfrastructuur op slimme manieren, hè, met ook degene die daar aanleg van willen gaan doen. Maar juist ook die eindklanten, dat kwam de afgelopen dagen wel veel meer aan de orde. Die moeten we er veel meer nog bij betrekken. Dat, en daar kan je die gesprekken van die keuzes ook goed mee maken. Dat zullen mensen graag horen, denk ik. Ik ga even naar Kim kijken, want er komen wellicht ook wel wat vragen uit het publiek. Ja, er komen heel veel vragen binnen. Okay. En dat is, denk ik, heel goed, want iedereen die doet lekker actief mee. De eerste vraag is voor Caroline. Hoe kan het dat walstroom in bijvoorbeeld Zweden al jarenlang wordt geïmplementeerd en we in Nederland en België daar nog een beetje aan het begin staan? Ik zie u al lachen. Walstroom, het komt weer voorbij. Ja, nee, dat is momenteel. Ik ben letterlijk op dit moment aan het onderhandelen over in het walstroomparagraaf die er staat in de wetgeving die ik zojuist noemde. Het is niet zo eenvoudig. En dat heeft met een paar aspecten te maken. Eén, kwam ik vrij snel tot ontdekking dat, zeker vanuit de Europese Commissie, en dat is niet om een vingernaars te wijzen, maar dat er toch men het ingewikkeld vindt om te zien dat havens niet identiek zijn. Je kan als het gaat om walstroom niet een soort blueprint opleggen wat er nodig is. Het is echt tailor-made. De havens van Rotterdam en Antwerpen kan je misschien wel een beetje vergelijken. Maar wees reëel dat je een haven in Roemenië of een kleine haven in zuidelijke lidstaat, kan je niet vergelijken. Dus hoe zorg je voor een tailor-made approach? Dat is één. Twee, de discussie die natuurlijk op veel meer terreinen gaat spelen, is gewoon de elektriciteitscapaciteit, de grid. Wat kan je aan? En een derde, en daar kijk ik toch ook een beetje de zaal in, en de mensen die zich aangesproken voelen weten het wel. Hoe ga je dit qua governance regelen? Hoe ga je bekijken wat is de rol van de havenbedrijven? Wat is de rol van de terminals? Hoe werk je daarin samen? Dus het is ook gewoon echt een ingewikkeld proces. We hebben wel een tijdspad met elkaar. 2030 moet het er liggen. Dus hopelijk, en dat is echt wat je net ook zei, die stip op de horizon waar we met elkaar naartoe willen, die is er. En het pad er naartoe wordt hard aan gewerkt. Maar het is helaas niet zo eenvoudig als we denken. Dus laten we een voorbeeld nemen aan landen waar het soms goed is geregeld. Inderdaad, om daar nog heel even op terug te komen. Hoe kan het dan dat in een land als Zweden, die hier als voorbeeld wordt genoemd, wat hebben zij anders gedaan? Dat sneller geregeld? Sowieso een totaal andere type havens. Laat ik daar en laat ik ze de experts in de zaal weten het beter. Maar dat is denk ik het belangrijk. Wat ik nogmaals zei, je kan die havens niet vergelijken. Nee. Toch ook een andere governance cultuur kan daar zijn, waardoor het geregeld is. En realiseer wel dat dit natuurlijk echt iets is wat we nu in korte tijd in heel Europa willen uitrollen. Dus vandaar dat het een grote challenge is. Maar het gaat lukken. Ja, en die netvraag is daar wel heel belangrijk in. Dus dat levert ook de nodige. Ik wil er misschien heel even op reageren. Wij zijn ook heel erg actief in het noorden, zeg maar, in de Nordic countries. De grid is totaal anders. We hebben hier, zeg maar, uit onze totale energievoorziening, wat we alleen in aardgas gebruiken, is 5 keer wat er kan over de grid. Aan energiecapaciteit. En we zijn daar heel erg van afhankelijk vandaag de dag. En dat moet allemaal worden omgevormd. In de Noordic zijn er heel veel huizen, net als in Zwitserland of Oostenrijk, verwarmd bijvoorbeeld met elektriciteit. Die hebben van oudsher veel betere elektriciteitsnetten dan dat wij hier hebben. En ik denk dat dat een enorme rol speelt, ook in de snelheid waarmee ze dit kunnen aanbieden aan de industrie. Nou, die elektriciteitsnetten, daar gaan we het zo meteen over hebben. Mm-hmm. Dus dat is alvast een heel mooi bruggetje in elk geval. Ik heb, Diederik, ik heb nog een vraag voor u ook uit de zaal. Er komen trouwens veel vragen uit de zaal. Onder andere, wanneer stopt Air Liquide nou met grijze waterstof? Daar kunt u misschien op antwoorden, maar een andere vraag is, de 70 partners die zijn aangehaakt, dat gaat denk ik over die Hytrucks, welk commitment spreek je af en wat als partners uitstappen? Om te starten met de eerste vraag, dus we hebben een commitment, wij zijn deel van het programma Portos en Antwerp at Sea in de havens. Mm-hmm. We gaan in ieder geval alle waterstofinstallaties en ook andere installaties decarboniseren in de Rotterdamse haven om mee te starten. Dat moet 2025, 2026 helemaal operationeel zijn. Dus daar wordt met man en macht aan gewerkt op dit moment.
Dat doen we met 4 grote bedrijven om dat voor elkaar te boksen. In Antwerpen loopt er een parallel traject, Antwerp at Sea. En Kairos, dat zijn eigenlijk twee met een subproject. Met BASF doet dat, hè? Ja, waarbij BASF is daar een van de partners in, waar we dat ook doen. Dus dat is de tijdshorizon waar we naar streven. En we zullen best wat hurdles onderweg hebben, maar de investeringsbeslissingen zijn wel genomen. Oké, en de 70 partners, de vraag over... Als die uitstappen? Ja. Dat is wat ik heb verteld. We hebben zeg maar al die blokken in de value chain, dus het stuk productie, opslag, tankstations in het veld enzovoort, hebben we allemaal gedierist. Dus we hebben 6 partners voor tankstations aan boord. We hebben 4 fabrikanten voor waterstof aan boord. Daar is heel veel in gedaan om ervoor te zorgen dat als er 1 uit zou vallen, dat de keten wel doorgaat. Dus dat is wellicht het antwoord daarop. En 43 transportbedrijven zijn er denk ik genoeg om... En nog een aantal die staan te trappelen om trucks te krijgen. Zijn er partners uitgestapt? Nee. Ja. Oh, er is er 1 uitgestapt, in alle eerlijkheid. 1 van de transportbedrijven. We hebben het nu 43. Met de subsidieaanvraag heeft die afgehaakt van de 44 die we hebben meegenomen het hele traject. Dus ik denk dat het een heel goed, heel groot succes is. Ja. Ik zie nog 1 leuke vraag net binnenkomen, die ik eigenlijk wel een beetje aan het hele panel wil stellen. Er is nog weinig gesproken over kennis en de kennisinstellingen. Hoe zien jullie een mogelijke bijdrage van hen als het hier gaat over die verduurzaming, die energietransitie in transport? Nou, misschien even vanuit de provincie. Wij werken heel veel samen met kennisinstellingen en onderzoeksbureaus. Ook om gewoon de analyses goed te doen. We kunnen als provincie niet hele grote projecten financieren. We doen in allerlei ondersteuningen veelal. En juist ook in de onderzoekskant. Dus wij werken vaak wel samen. Ja. Maar het is misschien ook een rol voor uw organisatie? Ja, ik zat er net over na te denken. Kijk, er zijn natuurlijk ook in de binnenvaart instellingen die op innovatief gebied bezig zijn, zoals het EICB. Dat is een bureau wat als het gaat over innovatie ook daadwerkelijk meedenkt en onderzoekt hoe oplossingen gecreëerd kunnen worden. Doen ze op Nederlands vlak, maar ook zeker in België en ook op Europees vlak. Dus ja, jullie kennen ze eigenlijk, EICB. Nee, dus die zijn er en die samenwerking is er absoluut. Oké, okay. Ja, Caroline? Meer punt onderwijs, want ik denk dat, we hebben het inderdaad over het belang van die kennisinstelling om bij te dragen aan die innovatiestappen, maar ik vind op een ander vlak vind ik dat onderwijs zo belangrijk. Dat is misschien niet direct een Europese competentie, maar wel om te zorgen dat we mensen enthousiasmeren om uiteindelijk in die sector te stappen. Hoe gaaf is het om uiteindelijk een binnenvaartschipper te worden? Hoe gaaf is het om bij een bedrijf te werken die werkt aan die verduurzaming van die sector? Dus ik hoop vooral ook dat die instellingen en het onderwijs en daarbij de rolmodellen worden gebruikt die we hebben in onze samenleving. Om te zorgen dat mensen zeggen, ik stap die wereld van transport in en ik ga bijdragen aan die zero-emissie voor de binnenvaart en veel breder. Ja, ik ben ook echt verheugd dat jij met zo'n oproep komt, Caroline, want ik vind het fantastisch. En Jeanette, jij doet dat ook. Het oproepen van mensen inderdaad, en dit is misschien ook wel het medium, durf inderdaad in die binnenvaart te stappen. Fantastisch en... Doe het. Ja, dat is geen probleem van gisteren. Hè? Dat is iets wat al langer bestaat. Misschien nog heel snel om erop op aan te haken. Wij zijn wel heel erg bezig. We maken ons ook wel zorgen over nieuwe trucks die er gaan komen. Waterstoftruck is compleet anders dan vandaag een dieselmotor. Mm-hmm. Je moet de sector daarop gaan voorbereiden. Dus wij proberen wel zoveel mogelijk ook in het project dit soort dingen mee te nemen. En te kijken naar waar kunnen we servicepunten creëren. Welke enthousiaste garagebedrijven gaan hun personeel al omscholen. En ik denk dat er heel veel voor de overheid, dat er echt een enorme taak ligt, ook om onderwijsprogramma's aan te passen. Want de wereld van morgen ziet er gewoon heel anders uit. Oké. Zullen we dit onderwerp hier afronden dan? Ja. Ja? Dan wil ik jullie graag bedanken, onze sidekick Paul. Hartelijk dank ook Diederik, Jeanette en Caroline voor dit gesprek.